Hallo allemaal, leuk dat jullie vandaag alweer kijken naar, ja, het is niet echt een nieuwe serie wil ik noemen, maar het is eigenlijk meer een soort van introductie. Want ik weet nog niet of ik een serie van deze game wil gaan doen, maar ik had nog een video nodig. En ik dacht, dit is op zich wel een leuke game. Dus hopelijk vinden jullie dat ook. En, nou, laten we gewoon eigenlijk gelijk beginnen met het spel. En trouwens, ik weet nog, zoals ik al zei, ik weet nog niet of ik hier een serie van wil gaan maken. En dat ligt er een beetje aan of hoe jullie de game ontvangen, of jullie het leuk vinden of niet. Dus ik heb er echt heel veel aan als jullie even een reactie achterlaten met of jullie dit leuk vinden of niet. Want dan kan ik er rekening mee houden. Dan weet ik of ik meer episodes hiervan moet gaan maken. Maar wat dit spel is, het is een... ja, ik weet nog niet precies hoe het heet. Een soort van ruimtevaartspel denk ik dat je het wel kan noemen. Lucht- en ruimtevaart, je kan ook vliegtuigen maken namelijk. En wat eigenlijk de bedoeling is, is je kan raketten maken en vliegtuigen, zoals ik al zei. En daarmee kan je dan ook zelf gaan vliegen. En je hebt een heel zonnestelsel met allerlei planeten. En met je raketten die je dan zelf gemaakt hebt, kan je naar allerlei planeten en naar de maan bijvoorbeeld. Het is niet de planeet zoals ze in real life ook zijn. Je hebt bijvoorbeeld niet gewoon aarde, maar dit heet Kerbin, deze planeet. En de maan heet Mun, of zoiets was het. En wat ik nu dus aan het doen ben, is een raket aan het maken om naar de maan te gaan. Want dat is eigenlijk een beetje het doel voor deze video, om even naar de maan te gaan. Sorry trouwens, dat nogmaals, of niet nogmaals, ik had het verder nog niet gezegd. Maar het spijt me dat de video te laat is. Maar het komt, ik heb echt een heel drukke week eigenlijk. Ik was van plan al een video van tevoren te recorden, heb ik verder niet meer aan gedacht. En ja, daardoor had ik geen video en ik bedacht ineens toen ik naar mijn werk ging, rond 10 voor 5, dus eigenlijk 10 minuten voordat de video online kwam, moest 5 uur om mijn werk zijn. Ineens van, oh ja, er moest nog een video online komen vandaag. Dus die video die is er niet. Helaas, helaas. Maar, nogmaals, de video is nu dus iets later. Maar hij is er wel gewoon. Dus daar mogen jullie ook blij mee zijn. Ik ga proberen een raket te maken die ook gelijk weer terug kan naar de aarde. Het is best lastig. Het is mezelf nog niet gelukt. Dus het wordt dus zeker een uitdaging. Ik moet even een parachute hierop doen. Zodat we ook op de aarde makkelijk kunnen landen. Want, op de maan kan je geen parachute gebruiken, omdat er daar helemaal geen lucht is. Dus je wordt nergens afgeremd. Maar om terug te gaan naar de aarde kan je dat wel gewoon gebruiken. Gelukkig. Maakt een heel stuk makkelijker. En even kijken hoor. Wat hebben we er nog meer nodig? Hebben we hieronder nog even een raket nodig. En dat moet gewoon zoiets zijn. Ik ga heel veel deze raket vervangen door iets grotere raketten. Of niet grotere raketten, maar even grotere fuel tanks. Zodat ik even wat meer brandstof heb. Zo, daarmee kan ik eventjes wat verder vliegen, zeg maar. En dan zetten we daar ook van mee. Nee. Dan zetten we daar ook even motoren onder, natuurlijk. Dus even kijken waar staan die kringen. Hier zo. Ik ga eventjes verder met een beetje de raket maken en dan ben ik zo bij jullie terug. Ik ben ondertussen een heel stuk verder met de raket, zoals jullie kunnen zien. En ik ben nog een beetje de laatste toevoeging aan het doen, zoals dit soort dingen. Dat hij niet gelijk neerstort, maar dat hij eventjes ondersteund wordt. Voorbij het lanceren. En volgens mij zijn we nu klaar om te gaan lanceren. Ik heb alles steeds zo goed gezet. Dus dat alles op het juiste moment activeert en zo. Ja, volgens mij nog één keer even laten check. Ja, ik denk dat we kunnen gaan. Dus laten we klikken op launch. En dan gaan we deze raket de lucht in gooien als het goed is. En als het goed is gaan we naar de maan. Maar dat moet al nog even lukken. Dus hopelijk komt hij überhaupt los van de grond.
Het is een vrij zware raket. En dus ik weet niet of hij dat gelijk gaat doen goed. En anders kunnen we altijd nog een beetje aanpassen. Hij slingert wel echt helemaal hierboven. Of lijkt dat maar zo. Ja, hij slingert wel een beetje. Maar het maakt niet zo heel veel uit. Laten we hem lanceren in 3, 2, 1. Oké, daar gaan we. Hij doet het in ieder geval. Dat is een vrij positief teken. FPS is niet echt heel hoog, maar het is genoeg om het normaal te kunnen zien. Het is niet dat je echt een heel hoge FPS nodig hebt voor het spel. Wat op zich wel fijn is. Want het vraagt niet heel veel van een PC dit spel. Je kan het op heel veel PC's kan je het spel eigenlijk wel spelen. En we gaan wel best wel snel. We gaan 130 meter per seconde. Dus dat is best wel heel erg snel eigenlijk. Oké, we zitten nu op 10 kilometer hoogte. Dus wat we nu gaan doen is we gaan eigenlijk zorgen dat we een klein beetje schuin gaan. We gaan de raket langzaam een beetje draaien. En dat is om ervoor te zorgen dat we ja, eigenlijk in een baan om de aarde komen. Dat valt wel naar de... Oh, kijk, die dingen zijn op en die gooien we dan allemaal af. En dan vliegen we met de rest verder. Het wel op dit moment een beetje nadeel is dat de raket echt heel groot en zwaar is. En dat daardoor ook heel veel moeite kost om de raket te draaien. Dit is trouwens de astronaut. Dit is Jebediah Kerman. Zo zien de astronauten eruit in het spel. En zoals je ziet, we zijn al aardig wat weg. Hier zijn we net opgestegen. En dit zijn we nu. En is de maan ergens in zicht toevallig? Daar is de maan. Daar gaan we naartoe. Als het goed is. We gaan trouwens ook best wel snel. We gaan bijna een kilometer per seconde. Ja, dat is best wel heel erg snel. We zitten trouwens op 38 kilometer hoogte nu. Dus we kunnen alweer iets schuiner gaan. En hier kan je trouwens zien hoeveel brandstof we nog hebben in deze tank. Dan hebben we in andere tanks hebben we nog meer brandstof, maar... We gaan nu een kilometer per seconde. Dus dat is best wel heel erg snel. Dus... Laten we nu zorgen dat we in de baan komen. Onze tank is nu bijna leeg. We zitten op ongeveer 100 kilometer hoogte. En we zijn nu eigenlijk heel schuin aan het gaan, zodat we in een baan om de aarde komen. Nu kunnen we dit stuk weggooien, daar hebben we niks meer aan. En dan kunnen we weer een stuk verder vliegen. Hier kan je kijken wat onze baan nu is. Dus als we nu helemaal niks meer zouden doen, wat er dan gebeurt, dan gaan we hier zo heen. En dan knallen we hier terug naar de aarde. Maar dat willen we natuurlijk niet, want wat we willen is... Een mooie baan om de aarde heen. Iets zoals dit. Of deze is niet helemaal mooi. Zoiets. Dit vind ik wel een mooie baan. Is niet helemaal recht helaas. Kunnen we wel fixen. Door zo te doen. Nu is het een redelijke baan. Oké. Wat we nu dus gaan doen, we gaan naar het blauwe puntje op de op dit ding, zeg maar. Hier zo gaan we naartoe proberen te wijzen. We kunnen trouwens echt heel langzaam draaien. Ik had verwacht dat het wel iets sneller zou gaan. Maar helaas. Oké, even kijken hoor. Hoe moet ik nu sturen? Oké, in ieder geval wat we moeten doen. Hier zo staat het over... 3 minuten 46 moeten we deze kant op gas gaan geven. En als we dat doen, dan krijgen we die baan die we net in zicht hadden. Oké, dus dit lijkt er al een beetje op. En ik geef nu heel veel snel gas zometeen, dan kan ik een beetje zien welke... Hoe lang ik moet. Oké, hij heeft berekend dat we 2 minuten 34 lang gas moeten geven. Dus dan gaan we zo meteen 2 minuten en 24 seconden gaan we gas geven. En als we dat doen, dan hebben we als het goed is dat we in de juiste baan komen. En dan kunnen we naar de maan. Nu is het gewoon een kwestie van vol gas vooruit die kant op en even wachten. Dus ja, knip gewoon even wat stukjes door eruit. Anders is het best saai en duurt best lang, denk ik. Dus...
Dan is dit onze baan nu om de aarde. En wat we nu moeten gaan doen is, we moeten naar de maan. Dus wat we dan doen, dan voegen we zo'n ding toe. En dat is eigenlijk een planning van hoe je je baan wil gaan maken. En dat leg ik verder niet precies uit hoe dat werkt. Het is vrij ingewikkeld, maar het maakt voor de rest ook niet zo heel veel uit. Maar in ieder geval, wat jullie nu kunnen zien, is als ik zoveel gas geef die kant op, dan kom ik hier zo in de zwaartekracht van de maan. En dat is eigenlijk precies wat we willen dat er gebeurt. Want zodra we in de zwaartekracht van de maan komen, kunnen we zorgen dat we in een baan om de maan komen en dan kunnen we landen. Dus, nou, precies hetzelfde als net. We richten weer naar dit blauwe ringetje. Door het zo te sturen. Gaat niet echt heel snel, helaas. En dan kunnen we naar dat stuk gaan vliegen zometeen. Maar voordat ik dat doe. Oh, nu zit ik weer te ver. Wilde ik nog wat laten zien. Want wat ik ook nog had gedaan, was zonnepanelen. Zonnepanelen zijn super handig, want ja, die dingen leveren stroom. En het is ook nog eens goed voor het milieu. Nee, waarom stuurt dat ding nou zo? Dat wil ik helemaal niet. In ieder geval, nu krijg ik ook stroom binnen, dus als het goed is, ja, zie je, ik heb weer volledig stroom. Oh nee, ik draai alle kanten op, maar dat maakt niet zo heel veel uit. Eigenlijk wel, maar ik kan het wel zo meteen wel fixen door eventjes vol gas te geven, gewoon dan. Want als ik vol gas geef, dan kan ik wel redelijk sturen, denk ik. Althans, dat hoop ik. Dus ik moet nu eventjes gewoon een beetje die kant op draaien nog. Oké, moet zo meteen 48 seconden lang. Moeten we gas geven. Dus moeten we nog 3 minuten wachten. Wat je ondertussen kan doen is gewoon doorspoelen. Zoals die gaat, loopt deze tijd nu een stuk sneller. Dus nu ongeveer. Hoppa. En nu kan ik ook wat makkelijker sturen. Wat eigenlijk ook wel grappig is van het spel. Het is dus aerospace engineering eigenlijk. Dus lucht- en ruimtevaarttechniek. En dat is ook wat ik misschien wil gaan studeren. Want ik ben nu bezig met de studiekeuze en ik wil misschien dat ook gaan studeren. Dus het is ook wel een leuk spel, toepasselijk zeg maar. Plus dat je er ook nog best wel veel van leert. Omdat natuurkunde gezien klopt het spel ook nog best goed voor allerlei dingen. Dus het is ook nog eens een leuk een leerzaam spel. Maar ik vind het ook gewoon echt heel leuk. Dus het komt altijd wel mooi uit. Zo. En nu stoppen. Goed is. Als we nu even dit ding weghalen, of een beetje overzicht, komen we hier zo meteen in de buurt van de maan. Trouwens niet maan, maar mun heet, of moon, of hoe je het ook wel uitspreken. En zoals je ziet vliegen we nu langzaam weg van de aarde. Best snel, omdat ik het doorspoel natuurlijk. En als het goed is bij het oranje stukje, ja, kijk. Wat er nu gebeurt, dit is onze baan nu. Want we krijgen nu zwaartekracht van de maan. En wat we nu eens kunnen doen is dit. Iets anders. Ik bedoel zoiets. En nu hebben we een baan om de zon. Niet om de zon, om de maan. Dus dan moeten we over 42 minuten, moeten we 39 seconden moeten we gaan gassen. Maar ik weet niet of we daar nog genoeg brandstof voor hebben. Dus dan moeten we met de andere motoren gaan doen. Maar dat is geen probleem. We hebben heel veel brandstof nog. Dus laten we dat dan zo meteen gaan doen. Oké, er is een nieuw punt gekomen. Deze motor op is dus. Hoppa, dat deel gooien we er ook weer af. En we geven met deze vol gas. Zoals je ziet moeten we met deze motor ietsje langer. Maar dat maakt voor de rest niet uit. En zoals je ziet, of zien jullie dat? Nee, eigenlijk niet echt. Ja, oké. Zoals jullie nu kunnen zien is dat dit ding langzaam aan het afbuigen is. En als het goed is gaat hij zo meteen in een rondje hier omheen.
En dat is precies wat we willen, want als die een rondje daaromheen zit, dan kunnen we wel gaan landen op de maan. En wat is er nou natuurlijk leuker dan landen op de maan? Dat is ook niet echt iets wat je dagelijks doet. We moeten nog 27 seconden. Oké, dat ding is nu heel snel aan het veranderen en we hebben een baan om de maan. Dus nu is het een beetje die baan aanpassen en dit is hoe we hem willen. Wat we nu gaan doen is hier zo afremmen. En zorgen dat we na een paar kilometer boven de maan of zo. Even kijken hoor. Hier zitten we 4 kilometer. Nou, laten we 30 kilometer, dan zitten we zeker goed. Dus moeten we over 4 uur moeten we weer gaan verbranden. Wat dat betreft is het best wel al steeds hetzelfde, maar het is wel leuk. Ik vind het best leuk in ieder geval. En hopelijk vinden jullie het ook leuk. Want ik stop hier best veel tijd in, want het editen hiervan kost best veel tijd, aangezien het steeds losse stukjes zijn. En ik knip er zeg maar best veel uit. Is wat ik probeer te zeggen. Dus, laten we zo meteen verder gaan. Oké, en we gaan weer een deel afgooien. Nu hebben we nog deze drie tanks en we hebben hier nog een tank. En ik hoop dat dat genoeg is om terug te komen naar de aarde. Want om terug te gaan naar de aarde hebben we ook nog wel wat brandstof nodig, maar in ieder geval een stuk minder. Als het goed is. Ja, perfect. Nu zitten we hier op 33 kilometer hoogte en dan gaan we daar afremmen. En natuurlijk landen. Dus een beetje doorspoelen. Tompidomidom. Naar de andere kant van de maan. Of iets verder. Wat we nu willen gaan doen is eigenlijk alle snelheid eruit halen. En gaan landen. Heel simpel. Zoals u kunt zien, nu de raket kleiner is, kan ik ook een stuk makkelijker sturen. Wat best wel fijn is eigenlijk. Oké, over 4 minuten moeten we dat gaan doen. Dus een beetje doorspoelen. Oké, we kunnen wel gaan beginnen met gas geven nu. Even kijken hoor. Even een beetje een goede point of view proberen te krijgen. Lukt niet. Nee, oké, maakt niet uit. Draait zo meteen vanzelf wel. Oké, wat we nu dus doen is we gaan afremmen om te gaan landen. Het kan even duren. Oh ja, kijk, dat is wat ik wilde. Nu zijn we gedraaid en dan gaan we zo meteen hier ergens landen, op dit stuk. En voordat we dat gaan doen, zijn nog een paar dingetjes belangrijk. De zonnepanelen moeten weer even inklappen. Voordat die afbreken of dat soort dingen. En deze poot moeten we gaan uitklappen. Dat is de poot waar je zo meteen op gaat landen. Want als hij op deze dingen landt, dan staat hij tenminste een beetje veilig. Op deze motoren kan hij natuurlijk niet staan. Dus nog 20 seconden, dan gaan we naar beneden vallen. En dat naar beneden vallen heeft ook nog wel iets apart, want we moeten afremmen door zeg maar tegengas te geven. Dus dat wordt nog een uitdaging altijd. Dat is nog eigenlijk het lastigste altijd van landen op de maan. Oké, we zitten nu nog op 6900 meter. Dus ja, ik heb al een groot gedeelte afgeremd. En dat afremmen doe je eigenlijk gewoon puur door gas te geven. We gaan blijkbaar in deze krater landen. Dus zoals je ziet, we zakken nog met een redelijk tempo met 50 meter per seconde. En dat is nog een stuk sneller dan het eigenlijk mogelijk is, want als je met 50 meter per seconde ergens tegenaan knalt, dan is dat behoorlijk snel. Dat is sneller dan dat je met de auto op de snelweg rijdt. Dus ja, we moeten nog een stuk afremmen. Dat doen we gewoon zo. Oh, nu stonden we bijna stil. Moet niet zorgen dat we helemaal stil staan, want dan gaan we natuurlijk nooit landen. Dus het is een beetje die balans proberen te vinden. En als we zo kijken, hoe hoog zijn we nog? Nog redelijk hoog.
Want ten opzichte van de maan zijn we natuurlijk maar een mini dingetje. En wat ik net ook bedenk is, we zijn al best wel even bezig. Dus ik denk dat ik de video ga opsplitsen, zeg maar, in. Oh, we moeten afremmen. Ik was zo lekker aan het praten dat ik gewoon al vergat te remmen. Kan ook gebeuren natuurlijk. Maar ik denk dat ik deze video ga opsplitsen in twee delen. Of in ieder geval zeg maar. Wat ik van plan ben is de terugreis te gaan doen in een ander deel. Omdat de video anders erg lang wordt. Want ik denk dat de video nu al zeker zo'n half uur duurt of zo. Oh nee, ik steeg weer op. Dat is niet de bedoeling. Oké, ik was dus daar al, was ik echt al bijna geland. Moet eigenlijk zorgen dat je zo langzaam mogelijk. Oké, de terugreis zit er dus niet in. Helaas. Maar we zijn wel op de maan. Dus ik kan nog proberen zo meteen op terug te komen, maar ik schat de kans dat we het halen. Schat ik. Nou, er is nog een kans. Niet een heel grote kans, maar de kans is nog aanwezig. Dus laten we ervoor hopen. En wat we nu gaan doen is laten het poppetje uitstappen. Daar kunnen we een beetje mee rondlopen. En wat leuk is op de maan, heb je heel weinig zwaartekracht natuurlijk, omdat de maan klein is. Dus dat kan je heel goed op de maan. Inderdaad, springen. Wee. En we hebben volgens mij, als het goed is, ook nog een jetpack. Die nu aanzet. En dan kan je een beetje rondvliegen op de maan. Dat is best leuk. Niet te ver weg vliegen. We vliegen best wel hoog eigenlijk. Misschien is dit niet zo'n heel goed idee, maar ik ga alweer landen. We vliegen gewoon even 100 meter hoog op de maan. Kan gewoon. Ik weet eigenlijk niet of het mogelijk is voor zo'n poppetje om ook dood te vallen, maar laten we het niet proberen. Dan kunnen we zeker niet meer terug. Zo. Zo. Poing. Het is best lastig om hier rond te lopen. Maar in ieder geval, we zijn geland op de maan. Ik vind dat we wel dat op zich al een hele prestatie is. En dan gaan we de volgende aflevering proberen terug te komen. Als er een volgende aflevering komt, waarschijnlijk wel. In ieder geval ga ik nog een aflevering maken dat we terug gaan. En daarna moeten jullie even kijken of jullie dit leuk vinden om te kijken. En als jullie dit leuk vinden, dan. Dan wil ik er wel een hele serie van maken. Wat we trouwens ook nog even moeten doen natuurlijk. Oh, je kan achteruit lopen. Wat? Hij kan toch ook een vlag planten? Of plaatsen. Hoe je het noemen wil. Ik dacht dat hij ook een vlag kon plaatsen. Ja, hier zo. Oké, de plek is de maan. En wat zetten we erop? Kleine stap voor de mens, komma, maar een enorme sprong voor de mensheid. Ik vind het helemaal mooi. We kunnen trouwens ook nog iets meepakken hier zo. Oké. Interessant wat hij al te vertellen heeft. Maar ja, dat was het dan voor deze aflevering. Hopelijk vonden jullie het een beetje leuk. Ik ga hier even een dingetje maken voor de thumbnail. Ah, doe ik later wel. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te abonneren. En natuurlijk in de reacties even achter te laten wat jullie hiervan vinden. Willen jullie hier meer van zien? Willen jullie dit niet meer zien? Ik hoor het graag van jullie. En dan zie ik jullie later. Doei!